begon te denken, man, ik weet niet waarom begon ik te denken van wanneer was nou voor mij de eerste keer dat ik me echt begon te vermannen, zeg maar, of te beschermen. Ik weet nog precies wanneer dat was, man. Ik weet niet waarom, maar ik weet nog precies wanneer dat was, man. Dat was toen ik naar de peuterspeelzaal moest. Ja, man, ik weet nog precies hoe dat ging. Kijk, voor alle duidelijkheid, ik was heel close met mama. Ja, toch? We gingen al elke dag even dingen. En op een gegeven moment, je eigen ma, notabene, dump je bij de peuterspeelzaal. Dat is niet gek. Je eigen ma, man. Niet tof, hoor. Gek, hij is toch peuterspeelzaal. Ik weet nog precies hoe dat ging, man. Mijn moeder zei, Patrick, we gaan vandaag iets anders doen, lieverd. We gaan naar de peuterspeelzaal. Ik weet niet wat het is. Nooit van gehoord, maar maakt niet uit. Laten we gaan. Ja, toch? Klink. Ik hoor het speel. Dat hoorde ik wel. Ja, toch? Ik heb er zin in, man. Ik heb Adeline in mijn lijf, merk ik. We gaan er naartoe. Ja, toch? Kom, laten we gaan. Ik doe mijn schoenen aan. Tenminste, jij, ik doe mijn schoenen aan. Eenmaal richting de peuterspeelzaal, voel je als kind, oké, hier klopt iets niet. Hier is iets aan de hand. Ja, toch? Want dan gaan kinderen met ouders naartoe en terug komen alleen ouders. Denk je, oké, wat is hier aan de hand dan? Ga dichter bij je ma lopen, weet jij veel. Kom je aan bij de peuterspeelzaal, gekhuis toch? Chaos, man. Ziet er niet uit, hè? Allemaal kinderen janken daar zo. Bij mij was een gozer ook een piss in het hoekie. Het was niet tof. Nee, oké, ma, zit er bij het speelzaal? Je moeder weet ook slecht te verkopen. Ja, is leuk toch? Nou, nee, niet echt, nee. Goos was aan het janken, die kwam naar me toe. Zei, pleur op, goos. Hey, ma, wat gaan we doen dan? Hoe pakken we het aan? Maakt niet uit, we gaan het proberen. Ja, toch? Jij en ik, bij het speelzaal. Let's go, wat gaan we doen? Eerst wat moeder zei, nou, wat we gaan doen, lieverd. Jij blijft hier en ik kom over twee uurtjes, kom ik je weer ophalen. Dat hoor je niet eens. Hè? Zei je wat, ma? Ik verstond je niet. Ja, jij blijft hier en ik kom over tweetjes, kom ik ophalen. Ik blijf hier. Ja, oh even maar, voor de duidelijkheid. Dit was jouw idee, hè? Jij zei dat we naar de peuterspeel zouden gaan. Dat zei jij. Nu zijn we hier, nu ga je weg. Voor de duidelijkheid, voor mij hoeven niet, hè? Maar ik wil je idee niet afkraken, maar ik vind het niet echt tof, hoor. Heb je die gozer gezien in het hoekie? Dat hoeft niet. Nee, maar maakt niet uit. We hebben geprobeerd. Ja, toch? Maakt niet uit. We gaan gewoon naar huis. Gaan we weer gewoon Lego doen. Lego, zo. Maar ik vind, ja, toch? Kom goed, joh. Kom, we gaan. Wat? Ik moet echt hier blijven? Oké, nu wordt het een beetje eng. Nu snap ik het niet meer. Wie gaat voor me zorgen? Juffrouw Rini. Dat wijf zag ik niet. Stond achter me totdat ze me aanraakte. Hey Patrick, ik ben Rini. Tieve soi, wie ben jij nou weer? Blijf van me af, mafkees. Hè? Met mijn moeder aan het praten hier zo. Maar wie is Rini? Wat is dit nou weer? Hey, doe maar rustig Patrick. Hier weer blokken. Ga maar lekker met blokken spelen. Blokken, plurom met je blokken Rini. Maar wat is dit nou weer? Hey, nogmaals, even je bek houden. Met mijn ma aan het praten hier. Ja? Maar wat moet ik nou, ik snap het niet even. Wie is die nou? Waarom moet ik hier nou blokken stapelen? Ik weet niet, man. Ik vind het niet leuk, mama. Mama, ik moet gaan huilen nou. Nou, je weet hoe ik over denk als ik moet huilen met andere kinderen erbij. Ik vind het niet tof, oké? Dus zullen we gewoon gaan nou? Ja, wat? Ik moet echt hier blijven. Je moet ook huilen, ma. Je maakt rare keuzes, ma. Op dit moment. Gaat je moeder weg? Dat meen je niet. Mama gaat gewoon weg hier zo. Kut, sorry. En je haat je ma, je mist ze tegelijk. Dat meen je niet, ma. Wat doe je nou? Kut, sorry. Die andere gozer komt naar me toe en zegt, ja, gozer, daarom waren wij aan het janken. Ja, klootzak, zeg je niet pas. Dan moet je daar beginnen, man. Dan ga je snel schakelen, toch? Je moet voor jezelf gaan zorgen. Ja, enige wat je kan doen is blokken stapelen. Dan ga je snel nadenken, toch? Hey, Rini, kom op met die blokken dan. Ja, maar dat kon ik niet gelijk zeggen, want ik was best wel nep tegen, toch? Ik moest even weer slijmen. Hé, Rini, dat is een beetje lullig. Nou, ik wist niet dat mijn moeder echt wegging. Ja, man, maar is dit jouw toko hier zo? Netjes, man. Hey. Goed voor elkaar, hoor. Wel hem in de gaten, in het hoekje jou, hè? Ja, toch? Hé, heb je nog blokken of niet? Ga ik lekker blokken stapelen. Krijg je blokken, ik snap niet wat je aan het doen bent. Gewoon als een halve zool zit je blokken stapelen. Gewoon, achter elkaar. Je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Twee uur later kom je moeder weer terug. Rinne krijg ik erop tieven. Hé, ma, ben je weer? Wat is dit nou weer? Hoe was het? Die was fucking vaag. Waar was jij dan? Jij was gewoon thuis, dat meen je niet. Ik wil gewoon bij jou zijn. Kunnen we gewoon gaan nou, alsjeblieft? Ga je naar huis, gaat je moeder uitleggen dat je twee keer per week naar de peuterspeelzaal gaat. Dat meen je niet. Twee keer per week naar die kuttent, dat meen je niet. Tieve sooi. Maar daar begint het, man. Dan ga je nadenken. Oh, even, ga niet weer janken als daarheen gaat, toch? Daar gaat het al. Dan ga je nadenken. Ga je zelf een mannen controle terugkrijgen. Ja, toch? Even nadenken. Hoe gaan we dit aanpakken? Dus je gaat weer. Ja, ga niet weer janken. Dus je gaat er weer naartoe. Oké, maar. Nou, leuk dat we hier weer zijn, hè? Bij de peuterspeelzaal. Ja. Nee, dankjewel voor het brengen, man. Dat waardeer ik zeker. Ja, hey, heb een fijn dagje. Ik ga een paar blokken staan met Rini. Ik zie jou zo meteen. Dankjewel, man. Dankjewel voor het luisteren. En bedankt voor het komen. Dankjewel.